Geweldig zou het zijn als je snel gewicht zou kunnen verliezen door een eenvoudig drankje en met een paar buikspieroefeningen. Het klinkt misschien moeilijk om te geloven, maar er is een manier dat je daadwerkelijk vet kunt verbranden en kilo's kunt afvallen. Snel en eenvoudig. Hoe is dit mogelijk? Omdat de ingrediënten in dit drankje er allemaal van bewezen zijn dat het de stofwisseling versnelt. Dus als je drankje gebruikt voordat je naar bed gaat, behoud je een hoge stofwisseling. Goed, de ingrediënten voor dit drankje zijn: 1 komkommer, 1 citroen, een bosje peterselie, een bosje koriander, 2 theelepels kurkuma, 1 duimpje gember en 350 ml water. Voor het zoeten mag je ook dalsiroop gebruiken, wat je wil. Maar ik doe het niet. Hoe werkt het sapje? Door het drinken van slechts één glaasje van dit sapje voor het slapen gaan, zul je sterk van jouw vetgehalte verminderen en vooral jouw buikvet. Als je het elke avond drinkt en na het wakker worden, cardio-workout doet of buikspieroefeningen van ongeveer 30 minuten, dan kun je al resultaten zien in slechts een paar dagen. Het is niet ongewoon om vet te ontwikkelen terwijl je slaapt. Waarom? Want als je gaat slapen vertraagt de stofwisseling heel erg. De ingrediënten in dit drankje zal jouw stofwisseling een vliegende start geven, zodat het vet zal blijven verbranden terwijl je slaapt. Onze eerste ingrediënt is de citroen. Citroensap is zeer effectief voor het verwijderen van giftige stoffen die zich ophopen in het lichaam. Als je citroensap drinkt, zul je in staat zijn om van dat buikvet af te komen. Je zult je ook een heel stuk beter voelen omdat de onzuiverheden die zich in jouw systeem hebben opgebouwd zal worden gereinigd. Komkommers zijn zeer krachtig voor de bestrijding van vet. Ze zijn een belangrijk element in een gewichtsverlies procesprogramma. Een volledige komkommer bevat slechts 45 calorieën en is rijk aan vezels en water. Twee dingen die de sleutel zijn tot het verwijderen van vet plus is het verfrissend en geeft het drankje een heerlijke smaak. Gember geeft een verhoging van stofwisseling en voorkomt ook constipatie. Twee dingen die zeer krachtig zijn voor het afweren van ongewenste buikvet. Deze ingrediënten zal je helpen om af te vallen van dat hardnekkige buikvet terwijl je slaapt. Koriander bevat zeer weinig calorieën en is geladen met antioxidanten en ook bevat koriander, vitaminen en mineralen die extreem krachtig zijn voor het verlichten en het vasthouden van water, waardoor zij bijdragen aan het leeglopen van een opgeblazen buik. Verder is koriander een goede ontgifter voor metalen en zeer zware metalen in je lichaam. Peterselie bevat ook net als koriander zeer weinig calorieën en is ook geladen met antioxidanten. Het bevat vitamine en mineralen, die ook extreem krachtig zijn voor het verlichten, en het vasthouden van vocht, waardoor Peter peterselie bijdraagt aan het leeglopen van een opgeblazen buik. Kurkuma kan helpen met de stofwisseling en helpt met gewichtsbeheersing. Verder is kurkuma een natuurlijke ontgifter voor de lever en is heel erg ontstekingremmend. Als eerst snijd ik citroen in twee en pers ik al het sap eruit. Daarna doe je al het sap in de blender. Daarna pak je één hele komkommer en die snijd je door het midden, en die ga je schillen met de dunschiller. Daarna snijd je de komkommer in dunne stukjes, ook in de blender. Daarna pak je één duimpje gember en die ga je ook dun schillen. Daarna snijd je de gember in kleine stukjes, ook in de blender. Ons volgende ingrediënt is de koriander. Ongeveer een klein bosje zoals dit was het heel goed onder lauw water. Kijk voor blaadjes die niet goed zijn. Snijd het in stukjes en de blender in. Dan hebben we de peterselie. Doe dit op dezelfde manier als de koriander. Klein bosje, wassen onder lauw water, kijk de blaadjes die niet goed zijn, snijd het in kleine stukjes en ook de blender in. Laatste ingrediënt is de minerale water. Ongeveer 350 ml. Voor een zoete smaak mag je één theelepel dadelsiroop toevoegen, maar dat hoeft niet. En als allerlaatste hebben we de kurkuma. Ik doe 2 theelepels van de kurkuma in de blender. En dan kunnen we nu alles blenden met de blender. Zoals dat je ziet, is het niet moeilijk om dit drankje te maken en het is ook nog eens heel gezond. De mix is goed gelukt, zoals je ziet. Nu is het moment aangekomen om al het sap eruit te halen. Je doet het door een zeef of een kleine zeef. Een grote zeef gaat sneller. Je pakt een theelepel en je gaat roeren en al het sap druipt eruit. En dat is wat je nodig hebt. De vezels heb je niet nodig, die gooi je weg. Of die kun je gebruiken om soep van te maken. Daarna giet je het sap in een glas. Dit is het sapje dat je drinkt elke avond één week lang. Met nogmaals een goed dieet, een half uurtje cardio of een half uurtje buikspieroefeningen. Want met alleen dat drankje gaat het ook niet helpen. En dan zul je merken dat je buikvet zal verliezen en afvallen. Je gaat ook nog afvalstoffen afvoeren. Jawel, je hebt gewoon twee vliegen in één klap. Je slankt af en het is ook nog gezond voor je lichaam. Een perfecte drank om te maken en heel gemakkelijk. Vonden jullie deze video een leuke video? Geef deze video dan een duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal en klik het belletje aan om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel de video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag terug morgen in een nieuwe video. Tot morgen!